In 2018 zijn ZPress Media Groep en ikzelf de Vriendenclub en het magazine Rotterdam Insight gestart. We wilden een magazine maken voor en door de Rotterdamse havenondernemers. De groei zat erin, met het aantal adverteerders, het team, maar zeker ook de kwaliteit van het blad. We hebben besloten om het magazine iets uit te stellen en daarom gaan we nu met een cameraploeg van de filmmakelaar op pad. En gaan we bij een aantal adverteerders en vrienden van Rotterdam Insight langs om te kijken hoe het nu met ze gaat. Op deze manier hopen we jullie toch wat insight information te geven die jullie van ons gewend zijn. Nou, Rotterdamse dan, dit wordt het niet. Midden in de Waalhaven ben ik hier in het prachtige pand van duik- en bergingsbedrijf W. Smit. Al ruim 60 jaar een begrip hier in Rotterdam. En Maurice Krul zit binnen op mij te wachten voor een gesprek. Maurice, leuk dat we er zijn vandaag in een leeg kantoorpand. Hoe gaat het met jullie in deze coronatijden? Goed, dankjewel. Leuk dat je het vraagt. Nee, het is niet helemaal leeg kantoorpand. Het is aangepast. Dus we hebben... Op tourbeurt hebben we de gedeelte van directie met de administratie hier zitten. En de mensen die thuis kunnen werken, die werken allemaal thuis. Werken thuis. Dus het werk gaat gewoon door. Hè. Wij zijn een van de vitale beroepen die doorgaan in het havengebied van Rotterdam. Afhandeling van de scheepvaart. Ja. Duiken zit onder water. Die is redelijk beschermd. Hebben we daar geen 1,5 meter aanpassingen voor nodig? Onder water? Net niet, maar die hebben ook een hele grote kap op. Ja. Dus die komt niet in aanraking met. Voer er naartoe, dat is ook waarschijnlijk aangepast. Ja, we gaan om te fietsen. Zwemmend? Ja. Zwemmend, ja. Ja, dat is een stukje verder. Nee, dat is sowieso aangepast. We hebben bussen waar we onderling de afstand kunnen garanderen. Dus normaal zitten we met 3 man in de bus, dat is nu met 2. Dus gebruiken we meerdere voertuigen. Ja, nou ja en op dat boten, is wel... ja, dan gaat dat makkelijk. Ja, en anders dan blijft het uit elkaar. Nou ja, de calamiteit is een belangrijk onderdeel van jullie bedrijf. 24/7 zijn jullie bereikbaar. Dat gaat de NMK nog steeds door. Dat gaat gelukkig, en voor mensen wat het overkomt natuurlijk niet gelukkig, maar dat gaat gewoon door. Het havenbedrijf heeft daar ook weer een belangrijke rol in. Die heeft alle calamiteiten, bedrijven waar ze mee werken, benaderd of ze nog steeds werken en of ze nog functioneren. Mm-hmm. En een lijst daarvan gemaakt van bedrijven die dat, daar staan wij ook bij. En ja, dat gaat ook nog steeds 24 uur per dag doen. Oh, dat is wel fijn. En qua klanten van jullie, hebben natuurlijk een heel breed klantenpakket. Zie je daar nu een verandering in? Of wat jullie nu inzet? Of, de frequentie die is wat lager. Omdat ook die bedrijven liggen stil of draaien natuurlijk niet 100%. Dus mm-hmm. daar is het ook wat minder. Maar het standaard onderhoud, wat moet gebeuren. Dus simpel, je hebt de petrochemie. Die hebben koelwater nodig om de fabrieken te kunnen laten draaien. Die pompen, daar zitten filters omheen, die groeien aan. Ja. En of er nou corona is of geen corona, dat groeit nog steeds aan. Dus die moeten nog steeds schoon om die processen nog steeds door te kunnen laten gaan. Dus dat soort dingen, dat loopt eigenlijk dat wel gaan. Gewoon door. Ja. Belangrijk ding van jullie, denk ik, is altijd meedoen aan de evenementen. Zeker Wereldhavendagen. Jullie zijn altijd veel naar buiten aan het treden ook. Ja, evenementen kan ik me nog herinneren van vroeger. Ja, dat was heel... Ja, dan gingen we naar leuke dingen doen. Ja, dat is er niet natuurlijk. Wij zijn heel nauw betrokken bij de Wereldhavendagen. Ja. En die zijn ook voor dit jaar natuurlijk gewoon afgelast. Hoe zie jij de toekomst volgend jaar, als we langzaamaan vooruitkijken? Ja, het transport zal misschien aangepast gaan worden. De benaderingsregels op plants of schepen, dat zal aangepast gaan worden. Maar voor ons verwacht ik daar niet veel andere of aanpassingen in met hetgeen wat we al deden. Nee. Nou ja, in ieder geval heel fijn om te horen dat het voor jullie nu nog allemaal doorloopt. En dat je hier vast Het is niet zoals het hoort te zijn, maar we zijn er gelukkig wel aan het werk en dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Oké, dankjewel. Geen probleem.